Goedenavond allemaal, ik ben Sophie en werkzaam bij OEM Orthopedie als 3D-ontwerper. En na het praatje van Bert wil ik graag ingaan op het succes achter 3D-printen. En het succes bij OEM hebben we eigenlijk te danken aan de volgende drie punten. Allereerst het feit dat wij 3D-printen inzetten als productietechniek. De tweede manier waarop wij dit hebben geïmplementeerd binnen het bedrijf. En tot slot onze visie op de toekomst. Voordat ik hier dieper op in wil gaan, wil ik eerst uitleggen hoe het proces van aanmeten van een voorziening in zijn werk gaat. Een orthopedische voorziening is eigenlijk een oplossing van een beperking van het bewegingsapparaat. En de eerste stap in dit proces is allereerst een verwijzing van een specialist. Na die verwijzing komt een patiënt dus bij bijvoorbeeld OEM-orthopedie terecht en zal een adviseur een voorziening aanmeten. Eigenlijk is er onderscheid te maken tussen twee soorten voorzieningen. Allereerst een prothese. Dit is een lichaamsvervangend onderdeel. Bijvoorbeeld wanneer je onderbeen mist, krijg je een onderbeenprothese. Of wanneer je onderarm mist, krijg je een armprothese. Tweede soort voorziening is een orthese. Dit is een lichaamsondersteunende voorziening. En ondersteunt het wanneer je een bepaalde functie mist. En eigenlijk zijn dit de twee grote soorten voorzieningen die wij leveren. Nadat deze keuze is gemaakt, zal de voorziening worden ontworpen en geproduceerd. En tot slot worden afgeleverd, waarna de patiënt dus weer naar behoren kan functioneren. Nu dieper ingaan op het gebruiken van 3D-printen als productietechniek. Vindt plaats in het vierde balkje, dat is ook de plek waar ik voornamelijk werkzaam ben. En wanneer je deze voorziening gaat ontwikkelen, heb je eigenlijk te maken met vier verschillende aspecten. Allereerst de werking van de orthese of de prothese. Dus dat is hoe deze voorziening functioneert, hoe deze techniek is opgebouwd. Het comfort van de voorziening. Dus het draagcomfort, bijvoorbeeld bij een beenprothese, heel prettig als de voorziening niet te zwaar is. Het uiterlijk. Voor veel mensen een hele belangrijke eigenschap. En daarbij kan je bijvoorbeeld denken dat of een armprothese er heel natuurlijk uitziet, dat het eigenlijk niet van echt te onderscheiden is. Of juist heel technisch en robotachtig. Dus belangrijk om die wensen mee te nemen. En tot slot het budget. Uiteindelijk ook een belangrijke factor in dit verhaal. En de eerste drie aspecten hangen eigenlijk heel erg met elkaar samen. Kun je ook wel in de volgende driehoek opschrijven. En daarbij zit de ideale voorziening precies in het midden. Dan heb je dus voldoe je zowel aan de eisen van de werking, als van het comfort, als van het uiterlijk. Gaan we nu even in de praktijk kijken. Rechts zie je een prothesehand. Hierbij is voornamelijk gefocust op de werking. Zijn we er weer? Ja, we zijn er weer. Voornamelijk gefocust op de werking van de prothesehand. Maar niet zozeer op het draagcomfort. Zo is deze hand met alle elektronica relatief zwaar. En daardoor dus niet zo prettig om te dragen voor veel verschillende mensen. Dan hebben we de volgende prothesehand, waarbij het dus meer gefocust is op het draagcomfort, maar eigenlijk niet zo uitziet als een echte hand en daardoor dus niet echt aansluit op de wensen. En tot slot een prothesehand waarbij dus wel gefocust is op het uiterlijk. Je ziet de linkerhand van het meisje is de prothesehand en eigenlijk niet te onderscheiden van de echte hand. En hierbij is dus weer minder gefocust op de werking, want het is verder een passieve hand en daar kan ze dus eigenlijk verder niet zo heel veel mee. Nou, zoals je ziet zijn deze drie aspecten dus heel erg van elkaar afhankelijk, maar ook dus heel erg persoonsgebonden. Zo vindt de ene belangrijk dat er meer functie of meer focus wordt gelegd op de functie en vindt de ander het belangrijk dat er meer focus wordt gelegd op het uiterlijk.
Dat is nu het leuke van 3D-printen. Dat we dus eigenlijk niet die keuze hoeven te maken van een van die aspecten. Maar dat we dus eigenlijk meerdere aspecten tegelijk kunnen meenemen in deze ontwerpfase. Wil ik jullie laten zien aan de hand van de volgende 6 voorbeelden. Allereerst flexibel deel in een prothesekoker. Wanneer je een onderbeenprothese hebt, heb je vaak te maken met een botpunt hier aan de zijkant van je onderbeen. Gaat een beetje irriteren omdat daar een soort harde koker omheen zit. En nou maken ze daar een soort kussentje in. Op die manier voelt het dus veel prettiger aan en kan iemand veel langer lopen. Alleen de afwerking van dat flexibele deel is eigenlijk niet zo mooi. Daarom zijn we dat gaan 3D-printen. En zoals je ziet, zit in het midden, zit hier een meegeprint deel wat flexibel is. Aan de binnenkant, zoals je hier ziet, wordt ook een geprint zachter materiaal ingeklikt. En op die manier heb je dus een hele mooie afgewerkte binnenkant van die prothese. En heb je wel dus nog het draagcomfort van dat flexibele deel. En zoals je ziet kunnen we dus nu zowel voldoen aan het draagcomfort als aan het uiterlijk van deze orthese. En hoeven we dus niet steeds die keuze te maken van gaan we of voor het uiterlijk of voor het draagcomfort. Volgend onderdeel is een fietsadapter. We hadden een mevrouw die graag wilde lopen en fietsen met dezelfde prothese. Ze had alleen het probleem als ze op de fiets zat dat het achterste deel van haar prothese ging knellen in haar knieholte. Dus daarvoor wilde ze eigenlijk een soort lapje waardoor het niet in haar been ging snijden. Nou, normaal gesproken zou dat een hele uitdaging worden met de conventionele techniek om dat te maken. Daarom hebben we de volgende prothese geprint. Niet heel erg goed zichtbaar op de foto, maar dit deel is een deel wat je op die prothese kan klikken wanneer ze dus gaat fietsen. En wanneer ze klaar is met fietsen kan je die als het ware vanaf trekken. En op die manier kunnen we dus zowel voldoen aan de werking, want ze kan dus zowel fietsen als lopen met dezelfde prothese, door eigenlijk het toevoegen van een simpele adapter, als van het uiterlijk, wat we eigenlijk niet zouden kunnen bereiken met een gewone of met de conventionele productietechnieken. Volgende onderdeel waarin we goed de 3D-printen benutten is een onderbeencosmetiek. Als je een onderbeenprothese hebt, bestaat het eigenlijk uit een prothesekoker, een voet en daartussen zit een verbindingsstang. En deze stang lijkt eigenlijk niet zo op de vorm van een kuit. Wat ze daarom doen is er een soort schuimmodel omheen plakken. En dit model shapen ze mooi in de vorm van een kuit. Het lastige alleen van deze cosmetiek is dat wanneer je een kleine aanpassing wil doen aan deze prothese, je die cosmetiek als het ware weer vanaf moet snijden. En dus daarna weer opnieuw zou moeten maken. Daarom hebben we de volgende cosmetieken 3D-print. Ze zitten hier zo met een simpele klem vast om die buis. En wanneer je dus een aanpassing zou willen doen aan die prothese, kan je eigenlijk heel simpel die cosmetiek ervan afhalen, aanpassing uitvoeren en je zet die cosmetiek er weer vanzelf op. Dus we kunnen nu zowel voldoen aan de wensen van het uiterlijk als aan de wensen van de werking die de adviseur graag wil, dat hij toch nog even kleine aanpassingen kan doen. Leuk bijkomend voordeel is dat je eigenlijk deze, zijn we er weer? Ja, we zijn er weer. Deze cosmetiek zo kan vormen naar ieder zijn wens. Zo hebben we hier een weefpatroon toegepast. Maar had ik laatst een meisje die dol was op voetbal en graag het Ajax logo erop wilde hebben. Dus dan print je eigenlijk zo het Ajax logo mee. Dus zo kan je eigenlijk, ja, wat je kan bedenken, dat kan je toepassen met deze techniek. Volgende onderdeel wat ik jullie wil toelichten is de zwemprothese. Veel mensen met een onderbeenamputatie willen graag zwemmen, omdat dit goed is voor zowel de krachtopbouw in de stomp als voor het uithoudingsvermogen en de conditie. Het lastige is alleen van deze zwemprothese dat die een hele goede werking heeft, want je kan er goed mee zwemmen. Alleen is die relatief zwaar, omdat je de flipper moet combineren met een
prothesekoker, waar eigenlijk geen voet tussen zit. Dus dat verbindingsstuk wordt automatisch best wel zwaar. Dan hebben we deze zwemprothese ontwikkeld, waarbij er eigenlijk een hele simpele adapter tussen zit, van schroefdraad, waar je dus die fin met schroefdraad op die prothesekoker schroeft. En op die manier heb je dus zowel een goede werking van de zwemprothese als dus een goed draagcomfort, omdat deze een stuk lichter is dan de gewone zwemprotheses. Dan de multi-inzetbare vorkprothese. Een paar weken terug kregen we een meisje en zij miste haar hand. En wat je dan vaak doet als adviseur is een soort ijzeren spiraal om het onderarm heen wikkelen. En op het einde van dat spiraal las je een vork. En op die manier kan dat meisje dus weer zelfstandig eten. Alleen dit meisje wilde heel graag touwtjes springen. Normaal gesproken zou je dan dus eigenlijk twee protheses moeten maken. Eentje dus waar de vork aan vast zit en eentje waar je dus een adapter bij hebt. Dat je daar dat touw aan vast kan maken, dat het meisje weer kan touwtjes springen. Wat hebben we gedaan? We hebben deze prothese geprint. En je ziet hier aan de onderzijde zit een simpel inzetstukje met aan de onderkant twee schroefjes. Waar je dus in dit geval de vork in vast kan klemmen. Maar dus ook het adapterstukje waarmee dat meisje kan touwtjes springen in kan klemmen. Of bijvoorbeeld iemand die graag gitaar speelt. Ook een opzetstukje waarmee iemand kan gitaar spelen. Dus op die manier bouwen we dus een prothese die je dus op verschillende manieren kan inzetten en je dus beter kan voldoen aan de werking van deze prothese naast het feit dat het draagcomfort nog steeds wordt gewaarborgd. Tot slot de 3D geprinte stubbies. Deze man heeft een bovenbeenamputatie, dus hij is boven de knie geamputeerd en wilde 3D geprint of wilde stubbies. Dat zijn dus eigenlijk kleine protheses en dat je dus zonder knie kan lopen. Alleen had deze man een lengteverschil in zijn stomp. En hij wilde dat lengteverschil opheffen in de prothesekoker zelf. Normaal gesproken zou je dus een hele zware koker krijgen, omdat je dus een heel deel moet opvullen. Dat hebben we nu gedaan met eigenlijk een soort cosmetiek die we eerder al zagen. Om het deel wat we dus wilden opvullen heen te leggen. En krijg je op die manier het verschil, of vang je op die manier het verschil in lengte op. Zonder dat je dus extra gewicht toevoegt. Dus ook hierbij konden we dus zowel voldoen aan de werking als aan het draagcomfort. Omdat we dus niet dat extra gewicht toevoegen. En eigenlijk dus ook een beetje aan het uiterlijk, omdat we dus voldoen aan de wensen van de klant. Zoals jullie nu hebben gezien, heeft 3D-printen dus heel veel voordelen. Het geeft ons de mogelijkheid om niet de keuze te hoeven maken tussen deze aspecten, maar eigenlijk dus meerdere aspecten tegelijk kunnen benutten. En de volgende stap was eigenlijk het implementeren van deze productietechniek binnen het bedrijf. En deze implementatie heeft eigenlijk bestaan uit twee grote onderdelen. Allereerst het creëren van randvoorwaarden. En ten tweede de doorontwikkeling. Eerst dieper in te gaan op het creëren van randvoorwaarden. Zorg ervoor dat je de benodigde kennis in huis hebt. In ons geval hadden wij een orthopedisch adviseur die veel affiniteit had met het 3D-tekenen. Dus hij had een opleiding gehad waarin hij de kennis leerde over het maken van een goede voorziening. En daarnaast deed hij eigenlijk als hobby het 3D-tekenen. En kon hij op die manier dus deze twee werelden met elkaar combineren. En kon hij dus een goede prothesekoker tekenen. Voor de onderdelen waar je zelf geen kennis in huis hebt, zorg ervoor dat je daarvoor samenwerkingen aangaat met partners. Wij hebben zelf niet de kennis over 3D-printen. Daarom zijn wij in zee gegaan met een ander bedrijf, Hulotech. En zij printen voor ons alle voorzieningen. En zij kunnen met hun kennis ervoor zorgen dat ze eigenlijk het maximale uit die 3D-printers halen wat wij nodig hebben om een goede voorziening te kunnen printen.
En tot slot, zorg ervoor dat je bedrijf hebt als achterban. Zij zijn namelijk degene die tijd en ruimte vrij moeten maken voor deze ontwikkeling. En als zij hier niet achter zullen staan, zal dat een hele lastige uitdaging worden. Dus zorg ervoor dat zij het ermee eens zijn, dat je op die manier hun kan meenemen in dit proces. Tweede onderdeel is de doorontwikkeling. Het is heel belangrijk om continu feedback te vragen van de gebruiker. Zij zijn degene die de voorziening draagt. En het is dus belangrijk om voor die mensen continu de voorziening aan te passen en ja, zo goed mogelijk te laten functioneren. En tot slot, investeer in onderzoek. Zo hebben wij bijvoorbeeld een groot onderzoek uitgevoerd in samenwerking met het AMC over 3D geprinte handspalken. Een veel voorkomende vraag is namelijk, als je het over 3D printen hebt, wat de voordelen zijn van het printen. En eigenlijk het grootste eerste voordeel is dat je veel meer technische mogelijkheden hebt, zoals ik al eerder heb uitgelegd. Maar daarnaast is het ook een snelle productietechniek en is het een productietechniek met weinig restafval. Maar als je misschien opmerkt, zijn deze drie voordelen eigenlijk opgeschreven vanuit de productietechniek en niet zozeer vanuit de gebruiker zelf. Terwijl zij uiteindelijk degene zijn die de voorziening draagt. Daarom zijn we dat onderzoek gestart om ervoor te zorgen om te kijken van oké, wat zijn nou de voordelen opgeschreven vanuit de gebruiker. En ze hebben er dus zowel een 3D geprinte handspalk als een conventionele handspalk meegegeven. Om op die manier dus de voor- en de nadelen te kunnen opschrijven. En eigenlijk de nadelen door te ontwikkelen, dat die positieve dingen worden. En de voordelen meegenomen, dat we die juist blijven benutten. Dat was de implementatie binnen het bedrijf. Tot slot onze blik op de toekomst. Eigenlijk samen te vatten in de volgende vraag. Is 3D-printen de standaard productietechniek voor de productie van voorzieningen in de toekomst? Ik denk zelf dat we veel meer producten gaan 3D-printen. Ik denk alleen niet dat het de standaard productietechniek wordt, omdat er ook heel veel andere goede productietechnieken zijn. Ik denk wel dat het belangrijk is om, als we een product gaan 3D-printen, goed de voordelen te benutten en deze ook nog verder eigenlijk uit te buiten, dat we zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van het 3D-printen. En daarmee zou ik graag mijn presentatie willen afsluiten.